Op woensdag 1 juni 2022 ging Usge Kan met haar moeder en zus Eschitaran haar kind ophalen bij haar man Emra U met wie ze in scheiding ligt. Toen zij elkaar op straat tegenkwamen, ontstond er een ruzie. Met een pistool vuurde Emra U. Negen schoten af op Eschitaran die haar in haar rug, nek en arm raakten. Vervolgens sloeg hij zijn vrouw hard en vluchtte per auto van de plaats de Ligt. Esgita Karan werd per ambulance naar het ziekenhuis gebracht maar kon niet meer worden gered. De moord en de afranseling zijn vastgelegd op een bewakingscamera van de werkplek. Naar verluid was Esgita Karan bezig met de voorbereiding van haar eigen huwelijk en zou zij op de fatale avond haar moeder hebben gevraagd om op de noodknop van de applicatie geweld tegen vrouwen, kades, te drukken. De politie heeft een onderzoek ingesteld en een arrestatiebevel uitgevaardigd tegen Emraer. Wij zouden blij zijn met tips over deze zaak. Bedankt voor het bekijken van deze video en het helpen opbouwen van een grote database met verhalen over eervraag. Abonneer je op ons kanaal onderzoek eervraag.